Nou, het winterseizoen is weer aangebroken, dus ze staat nu weer overdag op stal. Tenzij het nog super mooi weer zou gaan worden. Nou, ik zet hem even voordat we wat gaan doen, even in de paddock. Hè? Ja, kun je even uitrazen. Nou, ik sta nu even in de paddock. Zoals je kan zien is het nat, nat en nog eens nat. Maar hij gedraagt zich lekker rustig. Dus ik laat hem even grazen, ga ik even uitmesten. Nou, en dan gaan we straks nog even wat doen. Zo, stalletje weer schoon. Oh, ik ga Fjodor even uit de paddock halen en ik ga denk ik vandaag eens een keertje met hem aan de lange lijn werken. Dus ja, een soort van mennen. Hij kent helaas nog geen kar achter zich, maar ik oefen wel eens vaak met hem aan de lange lijn. Zodat hij voor mij loopt en nou, dat laat ik jullie vandaag even zien. Nou, voor het lange lijnwerk heb je eigenlijk zoals hier achter mij geen mentuig nodig. Ik gebruik gewoon een dekje, een longeersingel en ik heb hier een lange lijn. Er zijn twee, ik zal het je straks wel even laten zien. Zoals je kan zien, hij is heel erg druk. Dus ik ga hem eerst even longeren voordat hij aan de lange lijn gaat.
nou, ik hoop dat het nu gaat lukken met hem aan de lange lijn. Soms kan het zo zijn dat je ziet dat hij iets met zijn achterbeen hapert. Maar dat komt dus dat hij een lichte artrose in zijn achterbeen heeft. Ik wil jullie in een van de volgende video's dat even gaan uitleggen wat het precies is. Nou, zoals je wel kon zien, valt nog veel te leren en hij was super fris vandaag. Ja, je was er heel leuk. Dus sorry dat hij wou vandaag echt niet, maar het begin is en we moeten het allebei nog leren. Dus ja. Vandaar dat. En hij houdt ook van schuren. Niet doen. Dus vandaar. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken van deze video. En een duimpje omhoog als je het leuk vond. En. Tot de volgende video. Ik ga het even doen. Goed zo.